Terrassen zijn belangrijk voor veel steden en dorpen. Dat geldt ook voor Rozendaal. Woensdag heeft de gemeente Rozendaal een terrassennota laten verschijnen. Hierin wordt onder andere voorgesteld gevelterrassen, los en transparant, toe te staan op de markt. Er wordt precies aangegeven waar terrassen mogen staan en er komt een stenen ondergrond. De nota is vastgesteld in overleg met de horecaondernemers in Rozendaal.